Hoi vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe video hier op Extreme Rides. Na vuurwerkshoppen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland zijn we nu ook in Italië om vuurwerk te halen. We zijn in het plaatsje Trani en achter ons zie je dus een vuurwerkwinkeltje. En dan gaan we eens even kijken wat ze allemaal hier in Italië verkopen aan vuurwerk. It's let op, alles in deze video is levensgevaarlijk. Doe dit thuis dus niet na. Sterker nog, doe dit gewoon überhaupt niet na. Veel kijkplezier. Reclame voor Adelphia, San Trivone heet dat. Dat is een groot vuurwerkfestival. Dat is een stad zeg maar verderop. Dat zijn de bedrijven die gaan schieten. Het is een klein winkeltje. Ze hebben hier een deel van het assortiment staan. Zoals veel fonteinen. Die is lachen. Die wil ik meenemen. Een tank. Ik ben dol op dat soort spullen. Voor mijn vriendinnetje. Ik ben met een vliegtuig. Zou ik die wel van meegenomen. Nog meer fonteinen. Hier nog allemaal fonteinen. Dat hebben ze hier. Nog meer fonteinen. Handgranaten. Levensgevaarlijk natuurlijk. Met crackling erin. Dit zijn celebration crackers. En dan hier heb je crackling whip. Of de magic whip. Ik moet goed lezen als crackling lint. Dat is gewoon zelfs leeg, de onderste grap. We hebben hier nog allemaal verschillende fonteinen. Oktoberfest. Duitsland is hier ook populair. Nog een fontein met de kerst. Een kerstboom. Kleine fontein van Jorge. Wij hebben die kilofonteinen vroeger ooit gehad van die. Een hele grote. Nou, ontzettend veel fonteinen. UFO'tjes. Dat zijn van die tolletjes die de lucht in gaan. Hier heb je bijvoorbeeld nog bijtjes. En dat soort dingetjes, de Zeus, dat zijn knallers. We zitten natuurlijk in Italië. Niet met strijk, maar met lont. Even een doosje meenemen. En de Black Panthers, dit zijn knallertjes. Wel met strijk, want strijkers zijn hier gewoon nog legaal. Ga daar even een doosje van meenemen. Maar als het goed is, hebben ze nog veel meer. Ik weet niet wat dit is. Dit zijn. Een soort van grondbloemen ook. Zou ik daar eens even navragen. Dat zijn wel grondbloemen, 72 stuks. Maar we mogen als goed is dus ook in de bunker gaan kijken. En die vinden wij hier. Maar wat direct opvalt is dat de bunker hier eigenlijk ook ingericht is als winkel. Je ziet geen lijn zoals bij ons in Nederland. Dus ze hebben gewoon alles neergezet. Er zit wel een bunkerdeur op. Geen sprinklerinstallatie, dat bij ons in Nederland dat het zeg maar allemaal nat wordt als brand uitbreekt. Wel een rookmelder hier. Dus dat zijn wel verschillen. Nou, dan hebben ze hier nog meer knallertjes. Zullen we daar even een doosje van nee pakken. Spaanse vlindertjes. Ze hebben hier nog wat knallertjes met lont. Kleine knallertjes. Ze hebben hier de toro's. De tijgers, die zijn groter. Falco, dat zijn ook dikke knallers zo te zien. Ze zijn behoorlijke staven. Nog een keer de tijger. Dit zijn 30 mm cakes. Die ook. En verschillende cakes voor 18 euro. Dan zien jullie ook meteen even de prijzen erbij. 80 euro. De Ankara. Deze is 55 euro. 130 euro. Zero shorts, green en red with cakes. Kun je nog meer cakes? Met grote, alleen rijtjes, single rows. Nog een kleinere daarvan. Grote wirebatterijen weer. Nog meer wirebatterijen. Wat grotere cakes, 50 euro. Die staat er prijs bij. Hier een hele grote. Wat zou die dan kosten? Staat er ook niet bij. Die zijn 45 euro. Hij heeft eigenlijk gewoon in zijn bunker echt een winkeltje gemaakt. Hè? Weer fonteinen, maar die hebben we net in de winkel gezien. En dit is wel een grappig product. Dit zijn ook fonteinen. Weet je wat? Ik offer mijn zuurverdiende centje zo speciaal voor jullie. Ik neem even zo'n pakje mee. Ik vind het wel grappig. Het ziet echt op een vuurpijler. Ze hebben wel echte vuurpijlen, zoals deze kleintjes. En hier wat grotere. Hier nog grotere. Hier zijn nog pakken met vuurpijlen. Die zijn van Jorgen, die heb ik geloof ik ooit wel eens gehad. 40 euro per vier, tientje per pijl. 25 euro heb je deze vuurpijltjes. Maar in deze winkel niet zoveel, net zo groot als bijvoorbeeld in Engeland. Hebben ze echt ontzettend veel vuurpijlen, hele grote vuurpijlen. Ja, in deze winkel niet. Rookgranaten hebben ze natuurlijk. Hebben ze ook overal in Europa, behalve dan in Nederland. Dus deze kun je echt gewoon het dopje eraf halen. En dan heb je echt gewoon een ontsteking zoals je ziet.
Gewoon dat soort granaatjes, ik vind ze leuk. Al die knallers waren P1 en dit is T1, oftewel theatervuurwerk. Daar hebben ze ook heel veel dingen van. Er kan ook leuk spul tussen zitten. Bijvoorbeeld fonteinen die gewoon heel groot worden in een seconde en zo. Blinkertjes en dat soort zaken. Dus daar moet je aan denken, aan theatervuurwerk. Of een soort single shotjes. Nou, daar hebben ze echt ontzettend veel van. Dat is denk ik gewoon Bengaals vuur. Dat is wel lachen. Kijken of we daar nog wat leuks in kunnen vinden. Kijk dan. Even de codes checken wat het eigenlijk allemaal is. 1 seconde 8 meter. Ja, precies. Dat is wat ik bedoel. Een soort mines zijn het dan eigenlijk. Romeinse kaarsen. Best grote. Ah, ze hebben nog groter dan deze. Kijk dan. Ook zo'n Romeinse kaars. Er komen ook allemaal van die ballen uit. Flinke ding hoor. Hier heb ik nog best een grote. Grote Romeinse kaars. Mega Bombard A en B. Misschien ook wel een keer leuk om mee te pakken. Gewoon om te schieten. Dan hebben ze hier verschillende soorten cakeboxen. €85. Wissel to Brocade is holing naar Brocade. Die is wel mooi. De Terminator. En ze hebben hier natuurlijk ook single shots. Dat zijn deze. Misschien nog wel een pakje van mee pakken. En wat verder opvalt, zoals je ziet, alles zit in plastic. En dat moet hier, dat is verplicht hier in Italië. Alle blokken moeten ingesield worden tegen kruidlek, of tenminste om kruidlek makkelijker te ontdekken. Dus dat is een andere veiligheid wat wij niet hebben gezien, bijvoorbeeld in Polen en in Engeland en in België en zo. Dat zie ik echt voor het eerst hier alleen in Italië. Maar ik moet zeggen, het is geen gekke veiligheidsregel, want je ziet heel snel of een blok dan lekt of niet aan kruid. Dit zie ik trouwens ook voor het eerst. Alles is hier geaard. Dat is als je statisch geladen bent en je zou iets meepakken of zo, dan gaat het direct naar de aarde. En als er een blikseminslag is, dan is het ook meteen natuurlijk klaar. Dan slaan de stoppen er gewoon uit. Dus dat is wel goed bedacht. Hier staan ook nog dozen vol vuurwerk, maar ja, die vind je dus ook in de schappen. Dat is zeg maar overvoorraad. Behalve deze, ja en deze dan, dit zijn gewoon sterretjes. Maar dit zijn confetti cakes. Daar lachen, dat zijn deze. We hebben eens een keer gehad van Triplex. Je schiet in één keer leeg. En dan krijg je een, ja, allemaal spirit en dergelijke. Thank you, my friend, for all the good fireworks. And you are welcome. Thank you very much. Als jullie dus goed vuurwerk willen hebben, moet je hier naar Trani komen. Bij onze Roberto. Echte vuurwerkliefhebber, kijk maar hier. Want hij doet ook professionele shows en dergelijke. Dikke staden. Dat is wel mooi. En hij heeft mooie aanbiedingen. Allemaal knallers voor €30. Oh, en hij had dat ook gedaan. Hij heeft een heel gebouw in de fik gezet. Ah joh, lachen. Nou Roberto, thanks again. Until next year. Bye. Hij is weer zo blij als een kind, mensen. Ik laat jullie dadelijk even allemaal uitgebreid zien wat ik gekocht heb. Maar we gaan eerst even richting het hotel. Zoals beloofd, ik heb het even netjes uitgestald. Kijk eens hoe mooi, mensen. Ja, waar gaan we beginnen? Ja, gewoon bij die tank. Die vind ik het leukste. Ja, deze is dus simpel in elkaar gezet. 152 gram zit erin. Maar ik ben benieuwd, we gaan hem gewoon eens aansteken. Aanvallen. Ja, het is jammer, vroeger die van Beek hadden wieletjes eronder, die reed ook echt. Het is gewoon meer een fontein. Lijkt wel oorlog, man. Finale schot. Oh, de loop doet het niet eens. Nou, dat is inderdaad gewoon een fontein in de vorm van een tank. We gaan even verder hier, even kijken. Ja, deze, die kennen we natuurlijk allemaal. We hebben vroeger wel eens gehad van Jorgen. Dat zijn gewoon die Crackling XXL balletjes. Die zijn ook leuk. Kijk, zo zien ze eruit. Weet je wat? We steken er gewoon even direct eentje aan. Ik weet niet zeker of we dat in Nederland hebben, maar voor mij hebben die Rambo's nog wel ergens liggen bij een dealertje. Ik weet niet welke importeur, maar... Ja, leuk voor tussendoor te gooien. We blijven even bij de kleine spul. Spreek het maar uit. Dit zijn een soort midi-raketjes. Klasse 2 vuurwerk natuurlijk ook. Ook voor Jorgen. 27 gram zijn deze. Verdeeld over 10 pijltjes. Weet je, ja, gewoon leuk voor tussendoor. Een paar pakjes, 4 pakjes. Even kijken, wat willen jullie nog meer zien? Ja, jullie krijgen natuurlijk alles te zien. Deze, die zijn ook niet zo groot. Dat blijkt nog steeds bij Jorgen. Ja, dat zijn gewoon kleine vuurpijltjes. Ook klasse 2 natuurlijk. Hoeveel gram zit hierin? Geproductiejaar 2022.
54 gram. Gewoon een paar van die kleine pels voor tussendoor. De Skyrocket. Nee, er zat een vreemdeling tussen. Even kijken, we gaan nu even knallen. We hebben wat verschillende knalvuurwerk meegenomen. De Petardo zit in Italië. Maar dit komt dan weer uit Spanje. Valencia. Ja, niet helemaal. Het idee komt natuurlijk uit Spanje, van Valencia. Maar ze zijn geïmporteerd door een Italiaanse importeur. Even kijken, 18 jaar en ouder moet je hiervoor zijn. 42 gram, of 0,42 gram per stuk. Dus 8 gram in een hele doosje. Zijn gewoon van die mini vlindertjes. Zo zien ze eruit. Weet je wat, we gaan gewoon even een paar aansteken. Dat kan je op gemak lekker rustig stoken. Ja, dat is wel wat geinig. Het open veld. Nou, die waren schattig, hè. Deze is ook zo schattig, die Saturn. In Nederland ook. Ik weet niet of die nog in Nederland mogen. Ik geloof van wel, dit mag nog in Nederland. Zelfs nog in Nederland legaal. Jorgen, bij ons zijn ze 2 euro voor de helft, zeg maar. Vaker. Deze was 5 euro. Weet je wat, steken er gewoon aan. Nog met plastic. Want dit gaat er allemaal uit in Europa. Dan wordt er in de toekomst allemaal van karton. Zo, wie had er zin al in het begin? Ja, we kunnen wel weer iets kleins uitzoeken nu, maar we gaan even iets groters aansteken. Wat dachten jullie van de Terminator? De Terminator is uiteraard ook een klasse 2 vuurwerk. 350 gram zit erin verdeeld over. Even kijken, 50 schoten. Ik mag niet meer raden, 50 schoten zitten erin. Het is een mooie cake van fluit naar effectknal, weet je wat? We steken hem gewoon aan, de Terminator. Nou, die was vet, hè. We gaan voor een vette vuurwerk afsteken. De Tiger, die zijn gewoon een gram per stuk als het goed is. En dit is P1 vuurwerk. Ook gewoon in Italië, legaal. Geproduceerd in 2024. Ik ben benieuwd, want als het goed is het allemaal 1 gram. Begrijp alleen dit niet, dit is een vuilnisbak. Dus geen idee wat je dan met die dingen moet doen. Je moet in je vuilnisbak mee opblazen. Zou dat het zijn? Nee hoor, lieve kindertjes, niet doen hoor. Geen vuilnisbakken opblazen. Blaas jij spullen op van een ander, dan ben je een kneus en dan ben je het zeker niet stoer. Ik kan wel zo met sieren gaan werken, vind je niet? Blaas je iets op, dan zie ik je fout. Nou, in ieder geval, zo zien ze eruit. Het zijn dikke patatten. Dat doet me een beetje denken aan die Franse Le Tigers. Die zijn ook zo groot en dik, alleen hier zit wel echt een plastic dopje in. Ik ben benieuwd. Er schijnt ook effect uit te komen. Ja. Komen we 1 minuut achter, gewoon aansteken. Dan zie je, er komt toch effect uit. Zo moet je niet. Ja, dat klappen best leuk. Maar er komt een heel klein beetje effect uit, een beetje titanium erbij. We gaan weer verder. Vuurpijlen hebben we nog niet gezien. Deze zijn weer van Jorgen. Die heb ik in het verleden geloof ik al wel eens een keertje gehad. De Speed. Daar heb ik 2 pakketjes. Laat ik jullie gewoon even een paar laten zien. Dit zijn klasse 2 vuurpijlen. 116 gram. Dus die mochten vroeger ook gewoon in Nederland. Maar ja, jullie hebben het allemaal verpest. Want jullie hebben met deze dingen op de politie geschoten. En daarom zijn ze verboden. En dus levensgevaarlijk. Hebben jullie allemaal jullie zelf te danken. En dan krijg ik allemaal commentaar en comments van nee, ik heb het niet gedaan. Nee, ja, wij hebben het allemaal niet gedaan, maar toch zijn ze verboden. Maar hier niet in Italië, we gaan ze even schieten. Wat in Nederland ook verboden is, dat zijn single shots. En die mogen hier gelukkig wel weer. Deze Comet Goldens, dat zijn natuurlijk klasse 2. Dus vroeger mocht hij in Nederland wel. Bijna 70 gram zit erin. Verdeeld over 4 stuks. Het zijn dikke jongens. Maar als het goed is zijn het alleen maar teels. Maar weet je wat? We steken ze gewoon aan en dan gaan we meemaken. Oh, het is de teels. Ja, leuk. Maar 1 pakje is voldoende. En een ratel maar door en een ratel maar door. Dus we gaan de ratelbandjes ook even doen. De China Celebration Crackers.
Deze man had niet veel. Maar dan komt dat deze beste man alleen maar categorie 2 vuurwerk verkoopt. En deze zijn klasse 2 dus. Je hebt wel een klasse 3, ja, bijvoorbeeld Chinese rolletjes en zo. Maar ja, hij mag het ook wel verkopen, maar hij kiest ervoor om alleen maar klasse 2 te verkopen. 2023 is deze geproduceerd. 25 gram voor het hele ding. Weet je wat, ik trek er gewoon even eentje uit. Zo, nou. Kijk eens wat een lange. Oh, dat is al best lang. Aardig matje nog. Aardig. Nou, als we toch aan het knallen zijn, Titano. Dit zijn ja, gele knallers. Goed gezien, je markeert niks aan je ogen. Maar ook hier zit dus 1 gram in. Ook geproduceerd in 2024. Ook P1 vuurwerk. Ik ben benieuwd hoe hard ze gaan. Jij ook? Daarom ga ik ze nu aansteken. De Titano's dus. Die gaan we doen. Ja, moet ik ze nog zo doen. En dan pak je peukje daar. Eentje. Twee waren dat er. We gaan er wel een paar doen. Op zich, ja, goede knal. Voor P1 vuurwerk dan. Nog een paar doen dus. Deze gaat goed. Klappen best lekker. Die kleine dingen, ja, nog een piep in mijn oren. Nog meer verboden vuurwerk, mensen. De Romeinse kaars. In Nederland zijn die zwaar verboden. En dat hebben jullie weer helemaal aan jullie zelf te danken dat jullie dit op de politie schoten. Want ja, het is op zich natuurlijk geen gevaarlijk vuurwerk. Want ja, overal in Europa is het gewoon toegestaan, behalve bij ons in Nederland. Omdat de politie een keertje is beschoten met zo'n Romeinse kaars. Want hoeveel incidenten kunnen wij opnoemen waarbij de politie beschoten is? Het staat uitgebreid in de media. Maar ik denk als je al die ja, incidenten bij elkaar gaat optellen, dat je misschien 10 bij elkaar hebt. Dat was gewoon een reden om dit te gaan verbieden. Dit zijn Romeinse kaarsen, klasse 2. Dus die hadden vroeger ook gewoon in Nederland gemogen. Ja, toen kocht ik ze niet, want toen waren ze legaal, waren ze niet leuk. Maar nu zijn ze illegaal. Nu zijn ze dus prachtig, 26 gram. Per stuk, 5 kogeltjes in 1 kaarsje. We gaan ze van aansteken. De 5 Balls Roman Candles. De eerste doe even met dat licht. Als het goed is, zijn 2 gelijke. We zien je daar niet. Ah, hij hoort ze wel. Ja, wel. Kijk, maar komt de blink uit. Precies, de stroomkabels erop. Ja, eigenlijk is het gewoon een single shot. Ja, een single shot achter elkaar. Een cake, zeg maar. Zo'n kaars, ja. Ze zijn bij ons verboden, maar eerlijk gezegd mis ik ze ook niet echt hoor. Yes, daar gaat ie. Ja, het eerste wat verboden is dat ik het leuk vind. Want in principe kun je gewoon een cake aansteken. Die candles waren trouwens van een typisch Italiaanse importeur. Dat zijn deze vuurpijlen ook van. Dat zijn 3 pijlen 60 gram. Maar ze zijn nog steeds klasse 2. En dan mag je in België natuurlijk ook maximaal 75 gram ja, in een vuurpijl in klasse 2. En deze zijn ook geïmporteerd door Art Fireworks Alevi Groep SRL. En die zit hier in Sitta. Ze zien er goed uit, dus ik hoop dat ze in de lucht ook zo mooi eruit zien. We gaan ze gewoon aansteken, gaan we het zien. Kleur groen. Mooi effectje. Netjes. De gouden. Lekker ouderwets vlammetje erbij. Het duurt best lang voor je te knallen. Ja, ze gaan best hoog, hè? Ja. Wel een mooi effect. We zijn allemaal lager gemogen. Oh. Eens kijken wat deze doet, want hij is een beetje krom getrokken, de stok.
Oh, mooi. Ja, wel kort die multicolor, maar wel mooi. Wat ook uit Italië komt, dat zijn deze vriendelijke jongens. Dat zijn rook single shots. Een soort gelijk heb ik al met Oud en Nieuw een keertje gehad. Even kijken, 31 gram zit erin, 30 mm. En klasse 2 is er natuurlijk uiteraard ook. Want zoals jullie weten houden wij ontzettend ons aan de regels. 2023 geproduceerd. Maar er komt dus in één keer een hele dikke rookpluim uit. Oranje boven, oranje boven. En we doen even twee tegelijk. Ja, het is heel moeilijk om dit soort dingen te schieten vanwege de wind. En je ziet het ook, het blijft niet goed hangen. En voor het gevoel is het wind stil. Dus je moet echt hele dikke hebben. Maar ja, voor klasse 2 of T1, weet ik even niet. Moet ik even kijken. Ja, toch gewoon klasse 2. Ja, is het wel aardig. Maar het kan beter. We gaan nog meer vuurpijlen doen. Ja, dat dacht je. Dit zijn dus geen vuurpijlen zoals gezegd. Dit zijn, ja, fonteinen. 54 gram. Ik ben hartstikke nieuwsgierig naar deze dingen. We komen ook hier van Italië, van die Italiaanse importeur, weet je wat. We gaan ze gewoon direct aansteken, want ik wil het gewoon zien. Ja, fantastisch. Gewoon een zilverfontein. Ja, waarom ze die in zo'n vorm gemaakt hebben, geen enkel idee. Het ziet er grappig uit, maar het is niet praktisch. Het is gewoon een zilverfontein. Ik kan er wel iemand mee goed voor de gek houden. Het is wel lang. Nou, dat was een verrassing, hè, jongens. Ah, ik zie een nieuwe knutsel in mijn koeta komen. Nou ja, veel kleine spullen zien jullie natuurlijk ook grote vuurwerk zien. Dat hebben we natuurlijk ook gekocht. De Wisselwit Red to Cracker. €85 voor dit potje. Ook weer door een Italiaanse importeur geïmporteerd. Dat Art Fireworks Alevi Group SRL. In 2024 geproduceerd zijn hele nieuwe cakes deze. Ja, ik vind ze echt vet, want ik hou helemaal van holing. Even kijken hoeveel gram zit hierin. Het is sowieso klasse 2, 460 gram. Dus er kan nog een beetje bij als het maar legt. Maar het is zo geworden. We gaan hem aansteken. Daar gaat ie. Lukjes gingen nog goed. Mooie cake. Net zagen jullie de Wisselwit Red to Cracker. En dit is de Wisselwit Pro K, een soortgelijke cake. Alleen andere effecten. 2024 gemaakt. 460 gram zit erin. En ook weer geïmporteerd door dat ene vuurwerkmerkje Art Fireworks Alevi Group SRL. Maar dan ben ik alleen wel nieuwsgierig, want deze tubes zijn niet zo groot. Niet zo groot als die bij ons in Nederland. Kijk, maar ze zijn een stukje kleiner. Dat idee heb ik tenminste. Maar of hier plastic in zit of karton, maar ik zie het al, hier zitten plastic buisjes nog steeds in. Ondanks dat 2024 komen, is deze nog gewoon met plastic. Oeling. We gaan weer eens een keertje knallen met de Toro. Ja, geen Spaans vuurwerk. Ook weer 1 gram per stuk. 9,8 gram zit erin. Zelfs nog minder, want het is de 10 in een doosje. Even kijken, dit wordt geïmporteerd. Het is namelijk klasse 1 door Piero Passione. En dat was trouwens al dat knalvuurwerk, zomaar van Piero Passione. Ja, hier in Italië. De Piero Toro. Impie. Oh, dan jou, jong. Oh nee, je bent nog niet dood, sorry. Raar. Ja, kloppen best leuk. Voor een grammetje.
Tuurlijk, je kunt die zware vuurwerk krijgen in Italië. Maar dus P1 vuurwerk en legaal, ook die zware knallers. Een verduidelijking, die zware klappen zijn je ook gewoon verboden. Ah. Doodziek word je van een vuurwerk. Het is alweer bijna carnaval, bijna alweer februari. Dus om in de stemming te komen gaan we deze afsteken. Ja, soortgelijk hebben we het zo van triplex gehad en ook in Valencia. Het is gewoon een klasse 2 cakeje, 28 gram zit er maar in. Maar dat is eigenlijk alleen maar dat er stijgenlading in zit en de rest is allemaal gewoon rotzooi wat erin zit. Dus allemaal slier, te confetti en dat soort dingen. We gaan hem even afsteken. Oh. Was het jammer, was het bedoeld dat het over ons heen zou komen, maar het is toch steeds harde wind hier. We hebben wel mooi het veldje versierd. We gaan verder met de Zeus. Dit zijn lontknallertjes. In de winkel zagen ze met strijkers, maar welke dat waren, geen idee. Ik ben die doos vergeten mee te nemen. Beetje dom. Maar dit zijn ook 0,15 gram per knaller. Dus nog minder dan die andere. Ja, wij kennen natuurlijk de Zeus-strijker, toen nog bij Zena werden die verkocht. Deze komen van Piro Passionelle inderdaad, zoals al die andere. Alleen deze hebben nog minder dan een gram. Nou ja, leuk om tussendoor te knallen. Was de beurt aan de Zeus. We gaan er gewoon een paar doen, zoals gezegd. Zullen niet zo hard gaan deze, denk ik. Nee. Eigenlijk gewoon een soort rotje. Zoals vroeger de strijkers, die groene strijkers. Die... Ja. Als je hier verveelt. Ja, jullie zaten er natuurlijk al blind op te staren, op de strook. Dit zijn ook weer single shots. Alleen dit zijn wel echte single shots. Dus hier moet er wel echt effect uit komen. 30 mm single shotjes. 70 gram in een doosje. Klasse 2. Gedeeld over 4 stuks. Jordi, hoeveel is dat per stuk? 16,5. Oh, heb ik goed uitgerekend. Gelukkig hebben we wel op school opgelet. Gewoon 17,5 was dat, Jordi. Maar het zijn leuke single shotjes. We gaan ze direct even aansteken. Met de rekenmachine. Oh, die was verkeerd om neergezet. Ging per ongeluk. We gaan weer verder knallen met de Tiger Alevi nieuw nummertje 3. Deze komen trouwens wel van Art Fireworks af, Alevi Group. Ik dacht dat deze ook van die andere afkwam. Maar goed, 9 gram in een doosje, 0,30 gram per stuk. Zijn ook gewone knallers, zoals die andere die we net hadden, die Zeus. Alleen deze zijn iets tikkeltjes zwaarder dan. Maar we gaan het merken, we gaan ze wel aansteken. Dit zijn de tijgertjes. We hebben nog een klein beetje vuurwerk over. Waaronder twee grote cakes. Dus één van die grote cakes gaan we doen, dat is deze. Dit is dus een ware cake, 30 mm zoals je ziet. Klasse 2. En dit is een Ola. En een Ola is hier in Italiaans voor Z-shape. Zie je klasse 2 en dan 495 gram, bijna maximaal gevuld. En ook deze komt weer bij Art Fireworks, Alevi Group, etc. uit. We gaan gewoon aansteken, ik ben benieuwd. We hadden net de kleine Romeinse kaarsen, we gaan nu de grote Romeinse kaarsen doen. Die komen ook bij Art Fireworks vandaan. Ook in dit pakketje zitten twee 63A en 63B. Volgens mij zijn het 30 mm, als ik het zo bekijk. Dat zijn best flinke staven. Oeh ja, ze zijn inderdaad wel net zo lang ongeveer. Ja, nogmaals, klasse 2. Bijna 50 gram zit erin, 49,5 gram. Geproduceerd in 2024. We gaan hem aansteken. Eerst nummertje A. Oh, die zijn best netjes. Nou, best hard. Jo, niet gek. We hebben er nog één. Ja, ik kan ineens goed een normale cake schieten. Ik vind ze wel grappig.
Gaan we iedere keer hoger, zag je dat? De laatste knalletjes, Piro Passione weer. Weer 10 stuks in een doosje. Deze paarse, even kijken, zijn er een gram per stuk? Ja, 9,8 gram. Totaal in een doosje is iets minder dan een gram per stuk. Ja, zoals gezegd, ook dit zit helemaal in plastic. Ja, tegen kruidlek, maar is ook wel fijn. Tegen vocht, dan zijn ze goed droog. Nou, er zitten dus 10 in een doosje, zoals gezegd. We gaan er wel even een paar aansteken. Ik ben benieuwd. Nou, voor een grammetje. Hier. Wordt in de verte om af te knallen. Ik ga hier gewoon stoken. Snipperen lekker. Ja. Voor 1 gram, goed. Natuurlijk niet vergelijken met bijvoorbeeld een Cobra 6, wat je hier ook illegaal kunt kopen. Maar ja, toch leuke knallers. Dan als allerlaatste van Perfetto Fireworks. Oh ja, was onder 90 euro. Moet ik er ook nog even bij vertellen voor de mensen die daar nieuwsgierig naar waren. Mijn collega gaat hem professioneel openmaken. Drie cakes. Ja, die is gewoon automatisch doorgerond. Ik zal het even laten zien. Kijk, hier hebben ze dus al doorgerond in de rubriek. Aan deze kant ook, dat is fijn. Hier staat nog op iedere cake de informatie. Dus 488 gram, 456 gram en 498 gram. Er zit dus een wire effect in. V-shape, W-shape, Z-shape en van-shape. En er zit E-shape in. Kortom, een hele doos vol plezier van Dr. Albert Einstein. Ja, lieve kijkers, zo zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken. Ja, in Italië kun je dus vuurwerk kopen. Hier in Adelphia hebben we eigenlijk alleen maar klasse 2 vuurwerk gevonden. Klasse 3 vuurwerk is geloof ik niet verboden. In Napoli bijvoorbeeld kun je nog veel meer vuurwerk halen. Maar dat is een ander deel van Italië. Het is echt streekgebonden. Als je naar het noorden gaat, bijvoorbeeld Milaan en Gardameer, dat soort streken, daar vind je bijna geen vuurwerk. Daar is eigenlijk overal vuurwerk verboden. Maar hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe meer vuurwerk je kunt kopen. Nou, we hebben in ieder geval wel genoten van alle producten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. We zien elkaar de volgende keer weer. En waar we dan vuurwerk gaan halen, weet ik niet. Engeland, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Tsjechië, zeg het maar. Laat even weten in de comments welk land ik moet gaan aandoen. Ik zou zeggen, jongens, tot de volgende. Hoi!